5:30. 21 augustus 2019. Dit is het vervolg van de Yamaha T-Max. Maar vandaag gaan we het niet over een burka hebben. Vandaag gaan we het echt over de koppeling hebben. Vorige week heb ik jullie uitgelegd met de burka en de vrouwen. Die worden geterroriseerd op straat. Dus vandaag gaan we het niet over hebben. Misschien straks ga ik het een klein beetje uitleggen. Maar nu gaan we het over de motor hebben. We hebben hier de koppeling. We hebben vorige week hebben we die Yamaha T-Max. Die witte. Loop mee naar achteren. De Yamaha T-Max 530, die we vorige week hebben gedaan, hebben een variateurtje van Molossi, drukfutje van Molossi en die schaal van Molossi voor de achterkoppeling hebben we gemonteerd. Hebben we gedaan. De eigenaar was zeer en zeer tevreden. Hij zei, die motor is, hij zei, 1000 keer beter geworden. Dus, en toen zei hij, Isa, wat kunnen we er nog meer aan doen? Ik zeg, ik heb koppelingsplaats van Molossi, ik loop mee naar voren. Jullie hebben in het vorige filmpje wel gezien dat deze motoren ook koppelingsplaat hebben. Dus de koppelingsplaat gaan we doen. Inclusief drukveertjes. En ik zei tegen hem, ik zeg Tommy, je hebt ook een ECU, een unit. Een snelle unit. Die gaan we ook monteren voor hem. Dat is deze. Die gaan we ook monteren voor hem. Appa. Wat wij gaan doen nou, we gaan deze uit elkaar halen. We gaan hem in elkaar zetten. Altijd als ik begin met werken, 's ochtends, dan zeg ik bismillah, je hebt de zak. Zeg maar, ik vertrouw op Allah, ik doe 's ochtends de deur open en dan gaan we sneeuwbrood verdienen. Altijd beginnen. En ook als ik aan een klus begin, zeg ik altijd bismillah in de naam van Allah. En dan krijg ik hulp vanuit de hemel. Daarvoor is mijn werk ook bijzonder. Want ik krijg hulp vanuit de hemel van mijn Heer. Die is degene die altijd helpt. En af en toe komen we er niet uit. En dan gaan we bidden. Kijk, leggen we ze netjes op volgorde. Voor de mensen, voor de volgende kijkje. En kijk, deze komt de ronde weer. Ik weet hoe het in elkaar zit, maar voor de mensen. Dit moet je ook niet zelf, dit moet je ook niet zelf doen, joh. Moet je vanaf blijven. Kijk. Zo. En kijk. Dit zo. En dit zijn die drukveertjes. Ik ga de. Wat ik ook over die motor moet vertellen. Die motor. Hij rijdt supergoed, trek goed met weinig toeren. Dus we gaan hem nou laten slippen. Zeg maar, niet laten slippen, toeren laten maken. Meer toeren. En dan krijg je automatisch meer kracht. Kijk, deze gaat zo. Dan komt deze erop. Begrijp je? Deze komt zo. Dan krijg je een gladde. Dan krijg je weer een plaat. Straks moet het er allemaal zo in. Ik leg het zo neer, zeg maar. Dat is makkelijk om te zien. Je kan het ook eruit halen. Hier onderaan zit zo'n drukveer. Dan laat je erin zitten. Kijk, en dan krijg je een. Nou, ik ga verder hoe ik net wat ging. Het is makkelijk om te zien. In geen geval. Leg je weer. Dit neer. Zo. Dit. Die gaat weer zo. Die gaat weer dit. Zo. En daarna. Gewoon weer zo. Dit.
Kijk. En dan zo. Kijk, dit is de nieuwe. Wat je ook kan doen is de... Oh, wat valt eruit, wat valt eruit. Kijk zo. Die hadden we hierin. Wat er ook wel is wordt gedaan. Dan worden deze in de olie gelegd. Kan. Je zegt een nachtje in de olie legt. Ik doe dat niet. Kan. Kijk. En daarna ga ik ze monteren. Kijk. Dit gaat allemaal op één manier. Deze valt hier in het pikje. En in het pikje vallen straks die drukveren. Kan ik je helpen, chef? Hey, een blokje. Een LT 400. Voorzijde? Voorzijde, ja. Momentje. Rustig aan. Wat is dit? Goede platen? Ik heb toch niet? Hoe doe ik iets niet goed? Wat zo dik is. Heb je nou een MP3 gekocht? Ja. Oké. Okay. Je hebt geen tijd om eronder te zetten natuurlijk. Nee, ik ben een beetje druk. Nee, dat moet ik het zelf doen. Je bent wel handig toch? Ja. Ja. En ik ben pas geopereerd met die buk eigenlijk. En je rug ben je geopereerd? Nee, niet eruit gehad. Donor neergegeven, niet meer. Ja? Ja, mevrouw. Ah, dat zijn goede dingen, weet je. Moet wel, hè? Ja, dus moest. Ja, ja, mijn nier is een andere gram, hè? Huh? Mijn nier is weer een andere gram. Die, van hem, of van... Was een gewone gekomen, een gewone donor. Ja. En die andere jongen, ja, die had geen donor, die had mijn nier nou. Dus hij zei me van die donor, en ja, ik heb mijn nier aan hem gegeven. Tja, dit zijn nog mooie verhalen om te horen. Ja, het zijn mooie verhalen, maar omdat je er recht in zit. Nee, maar jij hebt een goed daad gedaan, hè? Karma. Jij hebt echt een goed daad gedaan. Ze gewoon zelf als een Piaggio's hier onderzetten, of niet? Die dok, die ja. In een Vespa. Gewoon even ja, loshalen. Ja. Wieltjes los. De wielen eraf? Ja. Ik ga het zien. Ja, dat is een 5 boutje. Ja, ik heb mij niet bukken. Oh. 25 euro. Maar hoe lang moet jij, moet het zo? 6 weken. Zo gedaan. Ik mag ook niet rijden, hè? Nee? Nee. Het is 3 weken geleden. 6 weken maar niet rijden. 3 weken oh, geleden. Voorzichtig. Ja. Moet het wiel eraf? Ja, ja. En dan kip als die remblokken er nog af. Nou, die kan je gewoon erop laten zitten. Wat? Die weet het. Die klauw, nee, die klauw moet ook los. Die klauwtje moet ook los. Ja. Gewoon terugtrekken met de ja, pijn. Ja. Het is niet zoveel werk toch? Ik heb nog nooit gedaan als je ding. Nee, valt er mee. Gewoon een krikje eronder zetten, blijft die staan. Kratje. Kratje. Ja. Oké. Okay. Kijk, Heineken, valt die nooit vanaf? Ja, de smaken niet meer, jongen. Hey, bedankt. Huis. Hey, dank jongen. Sure.
En dan gaan we deze monteren. En ik heb heel veel reacties gekregen op dat filmpje met die vrouw met de iemand. Wat is dit nou? Is dat, heb je het over vrouw met burka, Yamaha T-Max? Nee, daarmee wou ik uitleggen, zeg maar. We praten over Yamaha T-Max en toen had ik ook nog maar, had ik ook een boodschap naar de mensen. Dat ze onze vrouwen met rust moeten laten. Elke vrouw met rust moeten laten. Ja, als een vrouw een burka wil dragen, dan moet dat doen. Ja, de ene wil het wel en de andere wil het niet. Je hebt dus dat verschillende moslimvrouwen, of moslimvrouwen wil dat wel, of wil dat niet doen. Dat moeten we allemaal zelf weten. Maar we laten ze gewoon netjes met rust, die vrouwen. Vind je echt zo? Sowieso. En als iemand lastig gaat doen? Gaan wij lastig zijn. Dan gaan wij lastig zijn, ja. Wij willen niet lastig zijn. We zijn lieve mensen. Ja. We zijn beschaafd. Maar als het moet, moet het. Gaan we lastig doen. Gaan we moeilijk doen, hoor. En als we eenmaal moeilijk gaan doen, zijn wij niet meer rustig te krijgen. Dus laat ons. Ik kan die kijkers ook meegeven. Hè? Als wij lastig zijn, zijn wij niet te stoppen. Niet stoppen, ja. Zijn we echt lastig. Zijn we echt lastig. Dus niet doen. Wij willen lekker vredig leven. We houden niet van problemen. Helemaal niet. Maar problemen zijn er altijd om op te lossen, zeg ik. Ja, kijk. Dat zijn mooie woorden, jongen. Mot. Ja. Ja, en dan gaan we deze Yamaha T-Max maken. We willen graag voor de mensen blij maken. We zijn er voor iedereen. We houden van iedereen. Zwad. Ik ken niet, ik ga Ik kom een plaatje tekort, dan gaan we dat te weinig plaatjes mee. En dan gebruik ik wel oude plaatjes, geen probleem. Dat was die hufte die de eerste keer niet erop had, volgens mij deze. Drop. Dit is als laatste. Die zo. Dit doen we zo. En dan deze zo. Vroeger, in de tijd van de moslims. Nou is er nog helemaal uitschot over. Ja, zijn wij mannen dan? Echt zo. We zijn geen mannen meer. Hey. Als de moslims hoorden, er werd een moslimvrouw lastiggevallen. Werd de oorlog verklaard. Als één moslimvrouw werd lastiggevallen, zwoeren in één keer 30.000 man. Er komen 30.000 man bij elkaar om die moslimvrouw te verdedigen. Ik word af en toe geen twee stukken. Ik word af en toe van deze dingen. Weet je. Maar... Nee, maar luister, hè. Er is een appje voor vrouwen, daar kwam ik laatst tegen. Ja. Als er wordt lastig als door moslim ontwikkeld, drukken ze op een noodknopje en dan krijg je een berichtje en dan komen ze allemaal op die plek, zeg maar. Ja. Om het op, gewoon normaal op te lossen. Dus ze gaan nodig zo'n... Hou op met dat normaal oplossen. We zijn 50 zijn van het pad. Oplossen normaal, hebben we al lang gehad. Amor! Gelijk, praat, heb ze kei, neus breken. Ik heb niks in mijn leven. Een klapsvisamine. Ons leven is allemaal naar de kloten, maar we gaan allemaal naar de hel. Misschien als we voor een moslimvrouw een keer verdedigen, dan gaan we een keer knokpartij uitbreken. Want dan gaat Allah van ons accepteren, ons gebed. Dat is een frot tot ons bot, man. Hoe donkerder? Hoe harder? Ja, die veer. Deze harder.
Die is achter. Moet je eventjes van dichtbij. Welke zijn harder en welke zijn zachter? Wat ik weet is met kleur te maken. Ik ga voor deze. Yiftah, Allah maakt makkelijk. Maar vroeger had je ook echt vrouwenheldinnen. Wat heb je nou? Dat heb je nu, ja. Dat wil ik nu niet zeggen. Nu heb je eborst, man. Ja, ik heb eborst, man. We houden van gezelligheid. Lekker eten, lekker drinken. Eten, lekker drinken. Sera. Bolletje, we zijn niet van agressiviteit. Dat zijn wij niet. Dat willen we ook helemaal niet. We zijn monteurs. 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 Heb ik hem goed erin gedaan, deze? Je valt, hè? Tja, jongens. Zeg dat, is er geen fout gaan? Jullie hebben niet gezien. Is geen fout. Dus pas op, ik ben Isa, niet Isa Jezus, maar gewoon Isa. Die gewoon stinkt op het toilet en die fouten maakt. Dus als ik een filmpje maak en jullie doen me na, het kan verkeerd gaan, weet je. Dus pas op, we maken fouten, we maken fouten. Tuurlijk, we maken fouten, we maken ze weer goed. Hoe dat allemaal in elkaar zit, hebben. Iedereen zijn werk, iedereen zijn kwaliteit, iedereen zijn dingen. Iedereen zijn kwaliteit, klopt. Kijk, ik kom gewoon ik kom een wegen in. Ja, als jij wil hard werken, je moet hard werken. Als je vrouw en kinderen hebt, die willen sneeuw brood eten. Ja, deze vrouwen van deze tijd zijn duur. Vroeger hadden we, onze moeders waren goede vrouwen. Deze vrouw is ook goed. Maar deze vrouw moet je, als je vrouw wil, moet extra uren maken. Want vroeger, moeder, ik weet, mijn vader kocht voor mijn vader. Mijn moeder, mijn vader kocht voor mijn vader gewoon eenvoudig schoentjes hier bij de Bata of bij de Zeeman waar je schoenen kon kopen. Ja. Maar nou, deze vrouw wil schoenen van 500. Die wil Alexander McQueen, weet Alexander McQueen? Alexander McQueen. Alexander McQueen wil Versace schoenen, wil Armani schoenen. Want dan moet man moet hard werken, vingers er vanaf. Hier, af en toe kapot hier, af en toe vinger kapot hier, af en toe vinger daar. En slijtage, kijk hier overal het krassen. Ja, maar waarom? Er zijn ook jongens. Die in de midden in de nacht andere kleren aantrekken en ze zeggen, ik kom zo terug. Misschien komen ze helemaal niet terug. Alleen om een vrouw blij te maken. Heel ver hoeft het ook niet te gaan. Hey, maar nee, maar dat zijn wel helden. Dat zijn helden. Dat zijn helden. Ik kom zo even terug. Ik kom zo terug. Hij zegt in zijn hoofd, inshallah. Inshallah, ja. Misschien hij heeft 9 jaar te pakken, maar hij zegt inshallah. Ja. Alleen om zijn vrouw bereid te maken. Ja, tuurlijk. Ja, maar het zijn ook wel mannen. Die heb je ook niet, je gek. Ja. Je hebt een allemaal uitschot, heb je maar. Wat voor mannen heb je nou? Dat is nog te filmen. Ja, hij doet mij voor uitschot uit te maken. Ik probeer hem nog... rolletjes aan te smeren van J. Costa, dat ding. Nee, nee, ja, maar dat is zo. Als hij dan J. Costa koppeling is... Hij is neefje van de Ven. Hij zegt, ik heb het ding gereden. Hij zegt, dat is niet normaal, zegt hij. Oké. Ja, die vergeet ik. Ik wil dat ook hebben. Ja, dan moet ik de aan lopen als een spier. Hij zegt, maar ik ken hetzelfde niet inzetten. Ik zeg, ja, alles ken ik. Zeg. Ja, dan heb je hem neerzet. Ik zeg, ja, heb je garantie. Ja, precies, voor die patientjes maak ik netjes voor. Kom, dan gaan we naar achter toe. Hallo, man. Hallo, man. En ik zag iemand in jouw Mercedes lag aankomen. Die van mij. Ja, Ali is vooruit gegaan. Ja, Ali is vooruit gegaan. Zit nog een Mercedes. En een zonnebril op, laat ik wel pooien. Ja. Hij liep terug, ga eens vergeten het dak dicht te doen.
Iedereen mag mijn auto nemen, dat niet moeilijk. Ik ook. Ik ben niet zo... Ik heb het vrouwelijke echt uit je auto. Lekker nou, het zonnetje, hè? Dakje eraf, hè? Dat is helemaal bruin. Dat is helemaal bruin. Dat is helemaal bruin. Je bent bruin geworden. Ja, je bent bruin geworden. Helemaal bruin. Lekker nou, hè? Dakje eraf, hè? Lekker, lekker, lekker. Lekker dakje eraf. Heb ik veel van de wind? Hé, heb ik niet veel van de wind? Ja. Dan. Maar je kan zeggen wat je wilt, Esan. Je kan veel zeggen over vrouwen. Vrouwen zijn de mooiste schepsels op aarde die Allah heeft gemaakt. Ja, tuurlijk. Prachtig. Het is niet alleen een instructiefilmpje over hoe je dingen in elkaar zet. Maar over vrouwen alles. Over vrouwen alles. Ik krijg hier een nieuwe opvoeding hier. Ik heb toestemming nodig. Johan mag verder werken. Doe het zo, ga ik verder met de MP3. Is goed joh vandaag, jongens. Ik ga een stukje rijden met die motor. Als die motor frame gaat doen, dan ga je er zeker van horen hoe die rijdt, hoe en wat. Jullie hebben gezien wat we gedaan hebben vandaag. Is goed joh. Ik probeer hem zo mee te leggen, Johan.